Ondertussen hier aankomst Grote Markt met de bekende horecazaken. En dus hier links, dus dat hier voor iets galerij open, veel nieuwe kunst. Kom gerust een kijkje nemen. Dat heb ik hier nog niet gezien. Wacht, hier gefilmd worden, mevrouw? Hier binnen? Ja? Ja, voor mij wel. Ja, het is gewoon zo even voor mijn filmpje, ja. Is dat hier nieuw, als ik mag weten? Is dat iets nieuws? Sinds december is dat. Ah, sinds december al? We zijn een pop-up galerie. Ah. En wij presenteren allerlei kunstenaars. Ah, ja, zo. Aan het hangen. Mooi. Elke maand wordt er gewisseld, hè. Maar hij kan heel goed rondleiden. Ah ja. Ja, dat zou wel leuk zijn. En wordt er ook kunstwerken verkocht? Of is ja, er... ja, alles. Bijna alles is gekocht. Er zijn een paar die ze liever niet verkopen. Maar... Ah ja, ja, natuurlijk. Maar voor de meeste, dat is eigenlijk alleen maar voor hem is ja. Niks te koop. Ja, ja. En was er voor iemand anders nog iets niet te koop? Nou, deze in overleg. Ja, ja dan, zo. Dan bijvoorbeeld hier en daar werken die handschoenen zijn volgens mij niet te komen. Voor de rest is eigenlijk alles te koop. Ja. En die kunstwerken van wat, is dat van Zeeuws-Vlaanderen of is het echt ook? België ook. Heel veel Belgische. Ah, ook? Ja, ja. Ze komen okay. Van allerlei kanten. Aha. Ik bedoel, de man daar met zijn aardjes, ja. Die komt van Mayotte, een klein eilandje vlakbij Madagaskar. Ah, zo. Ja, ja. Die heeft toevallig een halfzus hier wonen in Hulst. Ja, en dat ja, hij ja. Daar op vakantie bij haar is, maar voor de rest zit hij gewoon ergens diep in Afrika. Aha, zo. Dus ja, dat is de verste die we hebben. De meeste ja, ja. Komen gewoon uit België of hier in de NATO besteken. Ja, ik hou wel van de moderne zaken, zoals dit met veel kleuren, dat vind ik wel bijzonder ja. Ook. Ja, we proberen echt een verscheidenheid aan, ja, ja. Aan kunst te krijgen. Ja, iedereen heeft zijn eigen stijl zowel, natuurlijk. Zowel klassieke stijl als moderne stijl. Ja. En dit bijvoorbeeld... Dit is een beetje een combinatie van beide. Van waar is dat afkomstig? Wat is het verhaal van dit? Is van Bibian Cobijn en van wat ik van haar weet is dat ze gewoon heel veel met kleur altijd probeert te werken. Ja, ik zeg, alles die met kleur is, vind ik wel mooi. Ja. Ook als ze ergens binnenkomt, dat geeft direct frisheid. Hè? Ja. Zo de kleuren. Hè? Nee, maar dat zie je in al haar werk terugkomen. Ja, ja. Soms is ze echt met een bepaalde tintkleur. Ja. Eerst al de blauw, paars, roze ja, ja, ja. Kant en zo. Dat is echt een bombastische. Van, ja. Overal is ze altijd veel met kleur bezig. En bloemen. Ja, ja, bloemen. Dat geeft wel blijdschap ook. Hè? Ja. Zo. Dat is ook wel, dat is ook niet mis. Soms is het wel mooi zo als je een woning hebt met hoge muren, hoge plafonds. Ja, dat is ook wel. Ja, zij heeft van achter nog een paar werken staan. Ah ja. Maar hier, die heeft misschien aan de andere kant die heel lelijke poster die op ons middelste raam is gezet. Ah ja. Gezien, nou, die kon je ook van binnen zien, dus die hebben deze ja. Hier opgehangen omdat we werken. Maar ik passeer hier altijd, maar ik had nog niet opgelet dat hier was. Nu valt het me wel op met die pop hier, ja. Die buiten staat, ja. Nou, we hadden gisteren was er een man die ook de hele tijd aan die pop aan het werken was. Ja, ja. Die kon vandaag helaas niet komen. Vaak gaat men vlug langs de straat en is een man op de markt en men let niet op. Men is natuurlijk ook al zo lang aan gewend dat dit een leegstaand pand was, want dat ja. Echt 3-4 jaar leegstaan. Ja, dat is het ook, ja. Maar sinds december zijn wij hier eindelijk ingetrokken en ja, als er iets anders voor gevonden wordt, moeten we eruit. Ja, 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 zo. Daarvoor is die poster ook op de andere kant ja, ja. Die zoekt eigenlijk iets voor ja, ja. Hier, maar hopelijk duurt dat nog even voordat ze daarvoor iets vinden, want dan kunnen wij... Jullie zaak hier, is dat iedere dag open, de tentoonstelling? Nee, woensdag, zaterdag en zondag. Ah ja, op die manier, ja. En mensen die iets willen kopen, op welke wijze moet dat gebeuren? Wel cash, maar wij willen je pinnen. Ja, ja. Ah ja, op die manier. Dus het is echt heel eenvoudig, ja. Ja, ja, het is gewoon... u geeft ons geld en u neemt het mee. Ja. Hoe u het wil meenemen. Ja, ja, zo zitten mensen elkaar. Zeggen van, kunt u het even apart plaatsen, dat ik het met de goede manier kan komen ophalen en zo. Ja, wij kunnen niet echt veel regelen. We hebben een beetje bubbeltjes plastic voor de ja, ja, dat en zo. Is, ik zie hier ook iets van Jacques Brel. Ja, ja deze. Mooi. Dat is Marina. Marina. Ja. We hebben heel veel... Dat is ook wel iets speciaals dit. Ja, dat is gewoon, eigenlijk gewoon een soort lino drukken. Ah dan, ja. Twee verschillen. Zij doet vaak met kastjes werken, kastjes duren. Ja, ja. En daar heeft ze het echt op het hout zelf gedaan. Hier heeft ze het voor mij eerst wit geverfd en daarna het afgedrukt.
Ja. Dit is ook met druk gewerkt, dat is heel speciaal. Dat is drukken op zand. Wauw, dat is wel bijzonder mooi. Ja. Lijm gestrooid en daarna, ja, daarna een druk op met kamelen natuurlijk. Lekker. Mooi. In stijl bij. Ja, het is altijd wel mooi als er iets, ja, iets zijn, anders is. Een ander stijl. Ja, dan, het dan alles dat gewoon is. Ja. Wat kost een dergelijke werken, meneer? Deze kost €25 per stuk. Deze. Ah ja. En voor de hele set 65 voor alle drie. Ja. Dus dat is op zand, een afdruk op zand? Dat, ja, dat, met inkt op zand. Net inkt zoals zand. Ja, ja. Als dit is gedaan. Zoals dit, ja, ja. Maar dit, hier is het gewoon op hout en dit is op zand, wat natuurlijk veel lastiger is. Ja, ja. Maar ze had iets verteld van, ze heeft volgens mij gewoon eerst met lijm en daarna zand opgestrooid. En daar dan druk op gedaan. Mm. Krijg je natuurlijk heel oneffenheden en zo, maar zij vonden wel mooi werk ook bij de set van het ging over kamelen. Ja, bijzonder mooi. Ja, ik vind ook bijvoorbeeld dit van Luc, deze beelden, vind ik ook bijzonder, want die maakt dat dus uit oude scheepsresten, van scheepsbakken en zo, dat verwrongen staal en zo. Wow. Dat haalt ze uit elkaar en soldeert ze weer aan elkaar en zo totdat ze mannetjes heeft. Dat is ook wel mooi om zo in een kantoor te zetten, zo, voor de inkomhal van een kantoor bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat is echt van die kijken. Ja. Dat is wel, dat vind ik bijzonder speciaal ook. Ja. Ja. Ja, dat zoeken we altijd wel, een beetje de speciale kunst, want het kost niet duur om bij ons, iedereen mag hangen. Ja, ja. Want heel veel galeries hebben altijd van, je moet al zo'n hoge naam hebben voordat je bij ons mag hangen. En je moet €300 betalen om hier een week te mogen. Ja, dus de mensen kunnen hier komen, hun kunstwerk komen hangen. En wat kost dat ongeveer? Het is om een maand hier te hangen, ongeveer een maand, 4 weken, kost €25. Dus dat is heel goedkoop. Dat valt allemaal mee, zo goedkoop mogelijk het houden. Zo, want ik ken dat al met andere galeries. Want ik heb op fotografie gezeten en illustraties zitten nu nog. En ik zag altijd van mensen die daar net uitkwamen of zo, of die daar al mee bezig waren, hoe lastig het was voor hen om een naam voor zichzelf te maken. Omdat inderdaad. Ze wonen in een galerie, want ze hadden nog geen naam. Maar de enige manier om een naam te maken is eigenlijk in een galerie staan. Ja, ja. En daarvoor dacht ik van, bij ons mag iedereen. We hebben een meisje van 12 gehad volgens mij, of 13? Ja, net 13. Net 13, die heeft hier ook een maand gehangen. Ja, ja. Iedereen kan hier hangen als hij werk heeft. Want dat is wel interessant. En dat is heel, dan krijg je ook meer interessante dingen van mensen. Ja, want als je dat zelfstandig moet doen, waar moet je naartoe? Hè? Ja, dat is het. Hè? Dat is lastig. Oh, ik vind het bijzonder mooi. Ik ga het wel even doorvertellen aan mensen ook, want dat zijn zaken die interessant zijn, maar ik zeg, je moet ze weten. Hè. Ja. 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 Ja, je kunt ook een folder meenemen. Ah, ja, dat is goed. En het is hier wel een prachtige ligging. Ja, zeggen, dat is natuurlijk. Ja, het oude bankgebouw is dit goed. Ah, inderdaad. Er was hier nog een bank. Ja, ja, ja. Ja, sinds kort zijn we een beetje naar achteren, ook hier meer uitgebreid. Ah, ja. Het is nog niet helemaal klaar, maar een plafond kunnen we helaas niks doen. Ja. Want dat is toen het... toen het hier verlaten is en boven zijn allemaal appartementen gemaakt. En toen hebben ze hier uit dit plafond en zo allemaal onderdelen gehaald en zo. Ja. Het is nu een weg, maar... Maar ja, het blijft wel... maar het is dat. Ik vind het wel perfect voor een... om als de werken te tonen, het is hier wel perfect. Ja. Presenteert ook goed, door het feit dat het toch wel iets hoger is, laten we zeggen. Ja, dat is wel het handige en zo. Maar we hebben nu ook... van deze ruimte is altijd een soort galerietjes voor kunstenaars gemaakt. Zij komt vanmiddag terug, gaat ze verder aan dit werken. Ja. Dus deze mevrouw doet aan recyclagekunst. Dus alles bijvoorbeeld... Wauw, dat is ook wel... Schalen zoals dit. Ja. Eigenlijk compleet gemaakt aan een telefoonboek. Prachtig. Een telefoonboek en heel veel lijnen en zo. Maar ook vazen van papier die gewoon watervast zijn en zo heeft ze gemaakt. En alles doet ze eigenlijk gewoon uit oud papier. Ik weet, dit is nu aan het maken van dit spul, van die papiertjes die je krijgt als je schoen koopt. Ja, inderdaad. En het leuke is, je denkt dat dit hier misschien nog hout onder zit, maar dat is nee, het is gewoon papier. Als je eronder kijkt, hier zijn een paar hulplatjes, maar voor de rest is het gewoon een papieren vlakte. Ja, mooi. Dus ja, er zijn inderdaad veel recyclagekunst noemen we het maar. Het is, dit is Bert Sara. En er zijn nu twee schilderijen een beetje neer, maar dat was die... Stond een man op het punt om te kopen en toen op het laatste moment heeft hij nee gezegd. Maar dat is ook vaak... Ja, dat is nog niet terug opgehangen, want dat is echt een lastig systeem. Ja, mooi.
Ik zeg, iedereen heeft zijn eigen stijl, ja. En ook ja, zijn eigen smaak natuurlijk. Hè. Ja. Ik vind zijn werk altijd net alsof het ergens uit een boek komt. Het past bij een verhaal. Hij heeft me dat verteld. Van, hij, het is niet dat hij er een verhaal bij maakt of zo. Ja. Hij tekent gewoon wat hij wil. En daaruit kan je een verhaal afleiden. Ook wel bijzonder mooi terug met die bloemen zo. Hè. Ja, zeker. Spookjesachtig soms. Hè. Ja, inderdaad. Oh meneer, ik vind het leuk om dat hier even te zien. Wat ik zeg, allez, ik vind het toch wel iets bijzonder kunst. Hè? Het is niet het alledaagse, het straalt iets uit. Hè? Nee, dat klopt. Oké, ik zou zeggen, wel bedankt. Wanneer bent u terug open? Ik ga het zo'n... Ik zal misschien de grote volgende week geven als u het ook aan andere mensen kan. Ja. Staan de openingsdagen op, normaal. En hebben jullie een website ook? We hebben een Facebookpagina. Ah ja, maar dat is ook eventueel. Ja, er staat er, als het goed is, hier staat ook wat ik daarnet heb verteld van hoe we werken en zo. En belangstelling, en ja, de galerie heeft ook een Facebook-site, dat is gewoon Galerie de Kunstbank. Ah ja, oké. Dat zo opschrijft, dan kom je... Oh, maar dat is prima.